Welkom in deel 3. Ik heb net een nieuw item gekregen. Met dit item kan ik zonder mijn bloedsporen te verliezen, kan ik weer terug naar een lantaarn gaan. Het is erg handig als je net ergens vast zit of ergens in bent gevallen waar je niet meer terug kan. Zo hoef je dus niet je eigen dood te laten gaan en al je bloedsporen weer kwijt te raken. Deze vijand heeft me nog niet gezien, dus ik ga proberen hem van achteren aan te vallen. En als je een oplaadaanval doet, dus deze, kun je hem achteraan doen om extra schade aan te richten. Dit zijn een van de moeilijkste vijanden die in dit gebied rondlopen. Dus het is ook de bedoeling om echt van achteraan te vallen. En zoals jullie hier kunnen zien, hoe meer je aangevallen wordt of ventjes dood, zit je dus ook helemaal onder het bloed. Een leuk effect. Hier ga ik nog eventjes terug naar boven toe, want ik was nog een item vergeten. En nog een keer met deze mevrouw te praten. Still lingering about. What's wrong? A hunter unnerved by a few beasts. No matter. Without fear in our heart. Zoals jullie net eigenlijk konden zien, met deze aanval, zijn we bijna overal wel mee weg. En ik denk dat de makers dit wapen nog een beetje terug gaan schroeven, omdat het nu al best wel overpowered is. Hier komen we weer een nieuwe vijand tegen.
Hier heb ik net weer een nieuwe wapen gevonden, zoals jullie konden zien. Ik zelf vind hem er wel mooi uitzien, alleen hij is minder praktisch in de praktijk. Het item dat ik net gevonden heb, kan ik maar nu bij het oogje onder mijn bloedsporen kan ik vergroten. Ik zal het nu eens laten zien. Dit item kan ik zodra ik een bel gevonden heb, kan ik iemand oproepen om bij mij in mijn wereld mij te komen helpen. Of ik kan in iemand anders wereld kan ik binnendringen en proberen te gaan doden terwijl dat hij hier net zoals mij lekker aan het rondrennen is. En als het mij lukt om hem te doden, dan krijg ik een deel van zijn zielen. En krijg ik ook weer maar als het je lukt om samen met de speler waar je in de wereld bent gekomen, om daar samen mee de baas te verslaan, krijg je insight en een som met bloedsporen terug. Dus als je graag snel bloedsporen wil krijgen, ik vind dat wel handig om te doen. Deze vijanden kun je eigenlijk het beste doen. En voordat ik het vergeet, zal ik ook nog eventjes terug hier even weer een shortcut gaan openen. En dan zie je dat het eigenlijk belangrijk is om een beetje alle omgevingen te gaan kijken voordat je eigenlijk verder gaat. Maar als je met de game begint, weet je natuurlijk niet waar wat zit. Als het onderzoek uitgaat, je weet eerst hoe je het doet. Als het dood gaat, moet je tot en met hier weer teruglopen om uit te doen. Of
bloed bedoel ik eigenlijk. Waarom ik eigenlijk telkens souls zeg, is omdat het komt dat in alle andere game krijg je souls in plaats van bloed. Wat je hier eigenlijk zag was, een vijand die is normaal moeilijk om te verslaan. Maar als je hem stil benadert, is het eigenlijk one hit kill. Je kan dit nu voort openen. Nu eigenlijk een heel bekend stukje eruit komt. Naar beneden gerold. Dus als je van het kampvuur terug naar hier toe loopt, hoef je heel een stuk niet meer te lopen en ben je meteen in het riool. Olieurn kun je op vijanden gooien, want het is onder de olie, ook logisch. En als je daarna een vuuraanval doet of een molotov cocktail op ze gooit, krijg je extra damage ervan. Dit was net de boosdoener die heel de tijd in de deur aan het rammen is. Als je het goed doet. Dit gebeurt er als je overmoedig wordt. En dat het nu komt dat ik weer terug in de jagersdroom terecht ben gekomen. Omdat ik net één inzicht of één insight kreeg. En hierdoor wordt er weer een nieuwe NPC wakker. Namelijk. Hello, good hunter. I am a doll. Here in this dream to look after you. Honorable hunter. Pursue the echoes of blood. And I will channel them into your strength. You will hunt beasts. And I will be here for you, to embolden your sickly spirit. Hier kan ik mijn bloedsporen in. Very well, let me stand een, close. Now een shut your eyes. Gaan in de verschillende categorieën. Nou, omdat ik naar dood Farewell, ben gegaan, good ben hunter. Kwijt, May you find you. Naar het deel waar ik dood ben gegaan. Hierbij sluit ik het volgende deel weer af.